Het is vandaag dinsdag, dat betekent dat het oma-dag is en dat iedereen op school zit. En vandaag heb ik een event, of nou ja, meer een lunch, samen met alle ambassadeurs van Nivea. Dus super gezellig. Dit is geen gesponsorde video, maar ik vind het wel leuk om jullie ook een beetje naar dat soort events weer mee te nemen. Omdat ik natuurlijk de laatste tijd gewoon heel veel vanuit huis aan het werk ben en alles moet regelen omtrent het nieuwe huis. Dus ik had zoiets van, dan ga ik vandaag gewoon vloggen. En dan kijk ik even hoeveel dagen ik daarbij nog meer ga vloggen. We gaan er zeg maar ook een fotoshoot doen. Of een kleine fotoshoot met alle ambassadeurs. Dus dat is wel leuk. Dus ik heb mezelf even iets extra opgemaakt dan normaal gesproken. Zodra deze video online komt, dan staat de schoenencollectie video al online. Dus ik kan gewoon mijn outfit helemaal laten zien. Ik heb deze jas, of dit colbertje, blazertje, die heb ik al heel lang. En die is volgens mij van Missguided. Top t-shirt is van Naked. Die kreeg ik echt gratis bij mijn bestelling. Dus ja, die hebben ze waarschijnlijk ook gewoon in de webshop. Dit riempje, nou ja, die is echt super cheap. Die zat ooit bij een andere broek. En deze broek, die heb ik via ASOS besteld. Een beetje zo'n mom jeans. En ja, deze outfit hebben jullie als het goed is ook in de video van de schoenencollectie gezien. Maar dit zijn dus de hakjes van mijn schoenencollectie. Dus dit is wat ik vandaag aan heb. Lekker netjes. En we moeten zeg maar een witte top voor de fotoshoot aan. Dus ik dacht, dan heb ik deze. En ik heb nog een witte blouse mee. Die jullie ook in een van de vorige vlogs hebben gezien. Dus dat is wat ik mee heb. En er wordt geboord. Dus je hoort de hele tijd een boor. Gelukkig hoef ik niet thuis te blijven. Update omtrent de krullen. Ik ben echt nog een beetje zoekende met de producten die ik moet gebruiken. En aanstaande donderdag heb ik die behandeling. Misschien dat ik dan ook wel nog door ga vloggen, zeg maar. Dus ik ga kijken. Het is iets pluiziger dan normaal, volgens mij. Maar tot nu toe zit het goed. Maar ja, aan het eind van de dag zal het alweer ingezakt zijn. Maar goed, ik ben nog steeds via de curly girl methode bezig. Ik ben aangekomen in Amsterdam en ik heb echt een hele chille plek gevonden. Want het is nu nog maar 4 minuten lopen. Want het is bij de Utrechtse Dwarsstraat. En daar is het echt drama altijd met parkeren. Überhaupt in Amsterdam eigenlijk. Maar het is dus bij Studio 13. En daar ben ik nog nooit geweest. Maar ik heb dus op internet had ik gezien dat het een hele mooie, ja, witte zaal is. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Als het goed is, mag ik hier parkeren. Want ik zat op een gegeven moment echt te twijfelen. Maar het is gewoon een leeg vak. En ik zie geen gekke borden, dus het zal wel. En ik zie dat mijn batterij niet heel vol is, dus ik hoop dat ik het red. Ik ben aangekomen bij Studio 13 en kijk even hoe leuk die hele tafel is. Sowieso is deze locatie echt, nou ja, je ziet het, het is echt heel gaaf. Ook nu de zon schijnt. Hele hoge spiegels. Hi. Nee, dit is echt een hele mooie locatie. Het ziet er echt lekker uit. Daar een soort van taco. Salade. We hebben net zo. Heb jij een lijstje of een lijstje? Ja, dan ben ik uit mijn hoofd. Ah, goed. En dan nu komt kijk, hij is Ik zit weer in de auto en ik moet nu Eli en Jené, of tenminste, Jené wordt misschien zelfs thuis gebracht. Maar Eli moet van school gehaald worden en het begint echt net te regenen. Mijn jasje is ook helemaal nat. Oh. Maar goed, we zijn ruim op tijd. Ik heb zelfs nog een toetje kunnen eten. Dus we hebben hele leuke foto's gemaakt met alle ambassadeurs van Nivea. En die foto die komt op mijn Instagram te staan, als het goed is. Dus dat kun je gewoon in de gaten houden. En dan zie je die vanzelf al voorbij poppen. Ik ga nu in ieder geval Eli halen. Ik ben thuis met mijn manneke. Hoe was het op school? Eigenlijk altijd. Oké, duidelijk. Wat moesten jullie vandaag ook weer doen? Nou, Eli, nee, dat is niet meer leuk. Echt elke vlog loop je je mond open te gooien met alles eten. Nee, klaar. Wat moesten jullie ook weer doen? De allergroep van de klas met een foto maken. Op de foto, ja. En gisteren was jij alleen op de foto gegaan, of niet? Ja. Echt superleuk trouwens. We kregen zo'n Nivea goodie bag mee. En er staat op, lieve Paulien, we zijn heel blij met jou als Nivea ambassadrice. Liefst Nivea. Echt ja, lekker, hè? Ik zal even kijken wat er allemaal in zit. Oeh, ze hebben mijn favoriete geur van de Clay Fresh erbij gedaan. De droogshampoo voor bruin haar is deze. Black and White Silky Smooth. Dus de deodorant. De Cutine anti-rimpelcreme. Dit is de nachtcreme. Dan hebben we hier de Labello in de Poppy Red
kleur. Dat is een hele mooie kleur. Wat hebben we nog meer? Oh, kijk eens, Ilay. Deze is voor jou. Voor op vakantie en in de zomer. Deze was bijna op bij ons. Dus dit is gelijk een hele... Ilay, gelijk een hele volle. En mijn batterij is bijna leeg. Dus nou ja, hier nog de Q10 dagcreme. En tot slot... Oh, deze is lekker. Welke? Dit is... ik ruik nu alleen maar jouw wijnzwavel. Hier moet je ruiken. Oh. Dit is de Cherry Blossom Oil in Cream Body Soufflé. Die ruikt heel erg lekker. Dus die ga ik vanavond lekker opdoen na het douchen. Want ik ga vanavond sporten. Ik moet alleen wel... Oh, dat was het trouwens. Ik moet even kijken of dat ik het red om dat te filmen. Want in de avond is het meestal zo druk. Nou, ik ga mijn batterij opladen, want hij is leeg. It's empty. Is hij nu leeg? Ja. Kijk, hij kan elk moment uitvallen. Ik ga zo sporten en ik heb deze outfit, die heb ik dus bij Petula.com of zoiets besteld. Wel dikke inklaringskosten betaald, maar ja, ik ben er wel heel blij mee. Deze top, die heeft zeg maar hier... een tekst erop staan. En ja, die legging, die zit ook heel erg lekker. Dit is maat M, volgens mij. En dit is zo'n bordeaux kleur. En hij heeft zeg maar hier aan de achterkant zo'n soort gaasje. En dan heb ik gewoon mijn Nike's eronder. Maar ik moet zeggen, dus ondanks dat ik zoveel heb moeten betalen bij... ja, Remboers heette het volgens mij. Omdat het uit het buitenland kwam. En bladibla. Nou ja, in ieder geval, ondanks dat... Vind ik hem wel echt. Ben ik wel echt blij dat ik alsnog heb besteld. Want ja, ik vind het wel heel chill zitten. Het is een hele stretchy legging. En hij sluit ook mooi hoog aan. En ik heb er nog meer. Maar dat zal ik wel in de volgende vlog of zo nog even laten zien. Maar goed, ik wacht even tot Maarten klaar is. En dan ga ik ook sporten. Het is echt een bende achter me. Ik ga het niet eens laten zien. Nou ja, ik zal het wel even laten zien. Maar dit zijn dus echt 1, 2, 3, 4, 5 kratten vol met kleren. Waarvan zeker wel de helft, denk ik, op United Wardrobe komt te staan. Ze komen het binnenkort bij me ophalen. Want dit is echt te veel voor mij om dat nu nog in deze periode te doen. Dus ze hadden voorgesteld om dan te komen. En dan komt het dus allemaal op mijn... United Wardrobe profiel te staan. Dus zelfs deze schoenen ga ik afscheid van nemen. Deze ook. Allemaal dat soort schoenen. En verder heel veel jasjes. En dingen die ik gewoon niet draag. Heel veel jeans ook. Dus als je nog leuke jeans zoekt, die zitten hier ook bij. Want ik heb gewoon nu zeg maar mijn favorieten. En dan vind ik het zonde om dan al die jeans te bewaren. Terwijl ik ze eigenlijk niet meer draag. Dus dat... zit hier allemaal tussen. Dus dat kunnen jullie binnenkort shoppen. Maar het laat ik wel even weten. Het is de volgende dag. Ze hebben de schutting al voor een deel geplaatst. Dus nu zie je eindelijk... Ja, dit is zeg maar hoe diep de tuin eigenlijk is. En dan tot die paal loopt het volgens mij. En dan zo weer terug. Hier beneden is nog niet heel veel veranderd. Maar boven is echt een wereld van verschil. Oh ja, op het toilet trouwens wel. Dit is ons toilet. Daar komen van die mozaïeksteentjes in. Die zijn wat lichter dan de muur als het ware. Maar dit zijn de tegels. En dan komt hier een wastafel. Daar komt dan het toilet gewoon gecentreerd zeg maar in die, ja, in die voegen. Dus ja, dit is het toilet beneden. De vloer ligt er boven ook al voor een deel in. Echt, dit is helemaal op zolder. Dit is dan het hok van Maarten. Hier. Het is echt een, ja, echt een eikenlook kleurlaminaat is dit. En die plinten die komen er dan ook nog. En hier in het washok loopt het ook door. Super blij mee nu al. En dan straks ligt het hier helemaal vol morgen. Het is echt een mooie kleur hoor Maarten. En dit komt dus ook, deze kleur komt ook beneden op de eerste verdieping te liggen. Je hoort radio op de achtergrond. Maar dit is de badkamer tot nu toe. Hier komt dan het meubel. Hier komt het bad. Daarom zit daar ook een gat, want er komt een vrijstaand bad op. En dan heb je hier de douche. En ook hier weer zo'n mist erin. Toilet, daar komt een douchecabine. Dus het loopt nu zeg maar schuin af daar. En dan komt straks die douchecabine erop. Maar echt, ik vind het zo mooi.
Het is alweer de volgende dag. En het laatste wat jullie hebben gezien zijn de beelden in ons nieuwe huis. Ik ga vandaag... Nee, even kijken. Ze gaan maandag uiteindelijk verder met de vloer. Omdat de tegelzetter ook nog bezig is. En als ze op de eerste verdieping zeg maar de vloer vanuit de gang gaan ze leggen. Dus als ze daarmee bezig zijn, dan is het heel irritant als ze dan elkaar in de weg lopen. Dus ja, ongeveer zaterdag zal de badkamer klaar zijn. Op een paar tegels na, want er missen nog wat tegels. Dus die worden dan maandag geleverd en dinsdag gaan ze daarmee verder. Maar in de tussentijd kan dus op maandag de vloer gelegd worden op de eerste verdieping. Dus dan is boven eigenlijk ja, helemaal af. Alleen nog twee muurtjes die dan geverfd worden in de komende weken. Want Eli die krijgt op zijn kamer zeg maar een soort van ja, grijs, lichtgrijs-groene muur. Eén muur. En bij Janae op de kamer komt een... Even kijken, het is een beetje, ja, ik noem het oud roze, maar dat is het niet. Ik weet niet of je hem goed ziet, maar dan heb je dit zeg maar als witte kleur. En dit is een beetje een oud roze. Hij heet Ongerept van Praxis volgens mij. Ja, nou niet Praxis merk zelf. In ieder geval, ik heb het bij Praxis laten maken. Dus ik dacht dat is wel leuk voor Janae dan om één muurtje met die kleur te doen. En ja, ik wil een beetje met... dit soort kleur roze tinten gaan werken. Nieuw tinten. Maar ook met het okergeel staat ook echt super leuk in combinatie met deze kleur. Dus ik denk dat dat een beetje de combinatie wordt op Janae's kamer. Eerst wilde ik met groene tinten zo gaan werken. Maar toen dacht ik van nee, dat gelige dat vind ik wel schattig voor haar. Op Eli's kamer gaan we denk ik een beetje met groene, grijze... witte, zwarte tinten werken. Een beetje een stoere jongenskamer. En gewoon even kijken wat Eli zelf mooi vindt. Maar hij vond zo'n dinosaurusachtige kamer vond hij wel heel stoer. Dus we gaan gewoon even kijken wat we met zijn kamer gaan doen. En vandaag heb ik mijn hair treatment. Dus ik ga naar Debs Hair. Debs Hair and Beauty heet het volgens mij. In Lelystad. En ja, dan ga ik mijn haar laten doen. Kijken wat het gaat doen met mijn krullen. Want ik heb het nu 3 dagen... Ja, 3 dagen niet gewassen. Dus het is nu helemaal uitgezakt. Ik heb ook niks bijzonders mee gedaan. Ik dacht, ik laat me gewoon verrassen bij de hele treatment. Dus ja, daar ga ik nu naartoe. En ik neem, tenminste, ik probeer jullie mee te nemen. En anders dan laat ik straks gewoon het eindresultaat zien. Ik heb gisteren deze schilderijen alvast weggehaald. Want Ila die had er eentje vanaf getrapt met de bal. En dat is al vaker gebeurd. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, nou ja, we gaan toch straks verhuizen. Dus ik heb ze eraf gehaald. Ik heb de foto's die erin zaten van Ila, die heb ik bewaard. Ik heb deze kasten alvast helemaal leeg gehaald. Maar hier aan de zijkant was die een beetje doorgezakt. Want we hebben hem één keertje eraf moeten halen. Omdat Ila's iPad erachter was gevallen. En we hebben hem nooit echt goed terug kunnen hangen. Dus ja, dit ding gaan we gewoon wegbrengen. Dit zijn eigenlijk de eerste dozen die zijn ingepakt. En verder, ja, bijvoorbeeld die kist van Eli. Dit soort dingen, dat kunnen we gewoon letterlijk zo meenemen in de bus die we gaan huren. Want we gaan het uiteindelijk gewoon zelf doen. Dit keukentje komt er nieuw voor in de plaats. Want deze is echt helemaal bekrast, vies gemaakt. Eli heeft er doorheen mogen boren van Maarten. Dus dit ding is echt helemaal op. Dus er komt een nieuw keukentje voor in de plaats. Nou, dat zijn die lijsten. Die ga ik wegdoen. Dus zo ga ik gewoon de komende dagen beetje bij beetje dozen inpakken. En ja, wellicht ook wel dingen naar het nieuwe huis brengen. Want in principe de zolder is al helemaal gelegd qua vloer. Dus ik kom net van Debs Hair and Beauty. Kijk, dit is before. En dit was echt toen mijn haar al helemaal uitgezakt was. En ja, gewoon net uit de staart. En dit was daarna echt veel meer kruldefinitie. Gewoon weer... even lekker opgefrist. En die krullen beginnen nu weer een beetje terug te komen zoals ze hiervoor waren, zeg maar. Want als jullie de foto's van mij vroeger hebben gezien, echt, ik had veel meer, zeg maar, die pijpenkrullen. Dus dat begint nu langzaam weer ja, met deze behandeling dan terug te komen. Dit is een soort proteïneshot wat ze erin heeft gedaan. En ook een soort van final wash, hoe ze dat noemen, zeg maar, onder de curly girl methode. Maar ja, ik ben er wel echt blij mee hoe dat langzamerhand weer terug begint te komen. En er is weer wat van mijn puntjes af, want dat was ook mooier. Dus ja, dit is het voor nu. En ze heeft alleen maar die shot gebruikt en een beetje gel. En dan heb ik al dit, zeg maar. Dus laat staan als ik dan straks elke dag gewoon mijn haar weer goed verzorg en... ja, alles goed aanpak, dan denk ik dat het steeds mooier en mooier gaat worden. Het is de volgende dag. Echt, dit lijkt wel een lousy weekvlog met al die opbrekingen erin. Maar in ieder geval, ik ben met mijn moeder
mijn speeltuin. En met Jené zijn lekker aan het wandelen. Zonnetje schijnt. Het is heel geregeld vandaag met alle spullen voor het huis. Want er wordt vandaag de badkamermeubel wordt geleverd. En de douchedeur en zijwand, zeg maar, voor onze badkamer. Er zit een vlieg op mijn hand. Wow. Dus ik moest eigenlijk vandaag bij het huis zijn om al die pakketten aan te nemen. Maar gelukkig was de tegelzetter er nog. Dus die doet gewoon de deur open voor me, zodat ik niet met Jené daar hoef te zitten. Ik had ook helemaal geen sleutel bij me, maar goed. Jené, wat ga je doen? Dus we zien al die vliegjes, man? Nee, ik heb niet. Nou, kijk op de tafel, zit helemaal onder. Ze komen allemaal op mijn hand zitten. Wat ga je doen? Ga je weer in de kinderwagen? Deze kinderwagen die heeft mijn moeder altijd in de woning staan. Als we gaan wandelen. Oh. Ja. Gaat ze weer erin zitten, hoor. Diva. Zo, gaan we hem weer vastmaken. Echt een rustig speeltuintje hier. Heel rustig, er komt ja. Er nooit iemand. Echt? Echt nooit. Alle kinderen hier zijn al ouder, denk ik. Ja. Nou, Jené die sliep, dus ik ben me toch maar een beetje klaargemaakt. Ook omdat ik wilde weten hoe mijn krullen zouden worden op dag 2 na de behandeling. Weet je, die krulstructuur moet nog echt wel een beetje terugkomen, vooral in mijn puntjes. Maar kijk even hier. Hier zie je echt al die krullen gewoon lekker terugkomen. Vooral dit soort krullen. I love it. Dus, geduld hebben. Ik ga nu met Savannah bij de etalage eten. Jené, oh ja, dit is ook echt dit is zo typisch. Ik had net dus een dekentje op Jené gelegd en die wilde ze niet. Ze wees echt naar mijn badjas. Zo van, ik wil die over me heen. Komt omdat ik er één keertje met mijn badjas heb laten slapen. En dat vond ze helemaal geweldig. Dus nu, maar ja, ze slaapt nu toch al. Dus ik ga natuurlijk niet met die badjas de straat op. Nou jongens, we leven nog. Het is alweer avond. Oh, echt, deze vlog is volgens mij zo lame as. Oh, Maarten die is bezig geweest met lampen. Of de, hoe heet het? Spotjes. Spotjes voor de koof boven het kookeiland heeft hij alvast wat dingen geïnstalleerd. We gaan lekker slapen. Op naar de volgende vlog weer. En die is hopelijk wat minder rumoerig. In ieder geval bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende video weer. Doei doei!